Goedemorgen, welkom of welkom terug op mijn kanaal. We gaan nieuwe make-up uitproberen en in het speciaal Max Factor. De Miracle Pure Line. Daar heb ik al wat product, sorry. Er zat een pluisje op mijn trui. Het is trui weer, hoe vinden we dat? De overgang gaat me iets te snel. Ik vind het niet erg, maar de overgang gaat me iets te snel. Ik had al wat dingen van de Miracle Pure Line. Wacht, die ga ik eerst even met jullie delen. En daarna... Wat ik had was de Miracle Pure Skin Improving Foundation met Hyaluronic Acid en Vitamine C. Dat is deze. En deze wordt wel vergeleken met de Charlotte Tilbury Beautiful Skin. Deze vind ik fijner. Maar goed. En dit is de kleur 30 Porcelain. Ook had ik daarvan de Cream Infused Blush. Met Hyaluronic Acid. Dit is de kleur 03 Vintage Peony. Ik had deze... concealer, 24 uur hydration met hyaluronic acid en vitamine C. Dat is een gewone concealer. En we hadden de primer. Dat is wat we hadden, waarvan we alleen de primer gaan gebruiken. Nu dus. Dit is een... Ik zal kijken of ik er wat van kan zien. Dit is een Skin Illuminating Serum Primer met vitamine C en niacinamide. Plaats 2 tot 3 druppels in de handpalm, masseer vervolgens op het gezicht en in de nek. Schudden voor gebruik. Oh, schudden voor gebruik indien de parels op de bodem liggen. Ja, meer zegt het niet. Drie druppels. Dan zitten er van die pareltjes in. En die moet je kapot zien te wrijven. Het is gewoon een soort jelly primer. Zie je, het plakt ook. Het is echt een heel fijn product hoor. Vervolgens heb ik. En deze is wel nieuw. De Eye Enhancer. Color Correcting Cream Concealer met cafeïne en vitamine C. In de kleur Peach. En die zit in zo'n tube. Nou. Oh, het is geen draaidop. Het is redelijk dun. Wat op zich niet slecht hoort te zijn. Hoeft te zijn. Zo. Dan pak ik mijn kwast. En eigenlijk is dit al genoeg. Zou die ook hier kunnen? Dat denk ik niet, hè? Waarom ook niet? Het is een eye enhancer. Maar joh. Een concealer kan toch eigenlijk overal? Ja, hij zal het niet zo goed dekken als een gewone concealer. Het is gewoon een soort color corrector.
prima. Ik kreeg laatst een commentaar, is een groot woord. Maar mensen hadden wat opmerkingen gemaakt over die rode vlekken. Dat ik daar behandelingen voor kon volgen. En zo vind ik heel fijn dat mensen meedenken. En bedankt voor de tips. Dit heb ik al mijn hele leven. Ik weet niet beter. Nou. Vervolgens hebben we de Miracle Pure Skin Reset 2-in-1 Serum Foundation. To even the skin tone. En ik heb de kleur 10 tot 30 fair. Er zit 2% niacinamide in. En bisabolol. Geen idee wat dat is. Provides instant and perfecting medium coverage with a satin matte finish. Reduces the appearance of dark spots for more even skin tone. Shake before use. Dit hele potjes met van die pipetten erop. Ik heb er een aantal inmiddels. Ik vind ze geweldig. Dat zijn van die wat dunnere concealers. Nee, foundations. Kijk. Het is heel dun. Even één dropper proberen. Kijken of we dan genoeg hebben. En wat ik dan wel fijn vind, is dat het een medium dekking geeft. Nou, dat vind ik op zich niet, maar je kan het wel opbouwen. In tegenstelling tot de meeste die een, ja, hele lichte of geen dekking geven. Wat dat betreft doet deze mij dan een beetje denken aan de L'Oréal. Nee, de Maybelline. Oké, nou, één pompje. Het is op. En ik denk dat dit genoeg is. Het is heel natuurlijk. Ja. Wat moet je ervan zeggen? Ik vind hem geweldig. Het geeft inderdaad, er zit wel glans op mijn huid, zie je dat? Vooral hier zo. Maar het is niet. Ik wou net zeggen, die heb ik al gehad, de concealer. Dan heb ik de Miracle Pure, alles is van Miracle Pure. De Golden Glow Bronzer met squalane en hyaluronic acid. De kleur 001 Light to Medium. Dit is een lightweight radiant conceal of a cream bronzer for a sun-kissed glow. Blends effortlessly, dries quickly and lasts all day. Nou. Een beetje op onze hand doen. Zo, kijk. Dit is hem. Ik pak de dunne kant van mijn kwast. En dan die dip ik er een beetje in. En dan zet ik zo een paar streepjes. En die kan ik dan blenden vervolgens.
Dit geeft een hele mooie schaduw, zeg. Het geeft wel warmte aan mijn gezicht, maar het is zeker niet een heel overdreven warme bronzer. Heel neutraal qua kleur. Ja. Oh, mijn doekje. Mooi. Mooi. Mooi, mooi, mooi. En het blendt inderdaad heel effortlessly. Hebben ze niet voor gelogen? Ja. Ja. En dan heb ik nog de blush. Maar die had ik natuurlijk al. Maar ik heb een nieuwe kleur. De Infused Cream Brush in Satin Matte. En dit was... Oh, dat stond er niet op. Ik laat het vallen. Ik pak het zo wel. Dit is de kleur Soft Peach. Ik zit nog steeds in de zomervibes met alles peachy. Vraag me niet waarom. Maar dat is nou eenmaal zo. Het is een beetje een soort neonkleur. Zie je dat? Heel even met de blender eroverheen. Het geeft niet dat het iets feller is, want we gaan nu poederen. Met mijn schoteltje. De Miracle Veil van Max Factor. Dit is een Radiant Loose Powder. Ik heb het dingetje eruit gehaald. Ja. Omdat ik dacht dat ik daar slim aan deed. Maar dat valt tegen. Dus ik heb een beetje op mijn schoteltje gedaan. En dan ga ik poederen. Het zit goed. Ik ken deze poeder al. Ik heb hem al eerder gehad en opgemaakt. Ja, het zit gewoon goed. Het is relatief mat, maar niet droog. Ik hoop dat ze dat bedoelen met de radiant, want ja. Yeah, Oké, dan heb ik voor mijn wenkbrauwen mijn Catrice. Want een wenkbrauwproduct heb ik niet. Van Max Factor.
Dit blijft nog steeds wel mijn favoriete product hoor. Ik heb er wel meer, maar dit is wel een van de favorieten. Wat ik wel altijd merk is dat deze is dikker. Zo. Wat ik dan nog heb is een oogschaduwpaletje van Max Factor. Die had ik al, maar ik dacht als we toch met Max Factor bezig zijn, dan doen we gelijk een soort full face op. Ja, de wenkbrauwen na. Ik begin met deze kleur. De derde kleur, zeg maar. En die geeft een hele mooie cool tone wash aan je crease. En dan nemen we de shimmer daarnaast met dezelfde kwast. En doen we een heel klein beetje zo. Zo, heel licht. Dan gaan we nog een lijntje doen. Ach, wel ja, waarom niet? We nemen niet de donkerste. Ja, zullen we de donkerste nemen? Zo, alleen even zo hier het hoekje. Ja, zo. Alleen even zo in het hoekje dat het net even wat voller lijkt. Ik heb ook een mascara. Zo. Dit is de Max Factor 2000 calorieën Pro Stylist Mascara. Dit is volume lift and hold in de kleur black brown. Ik heb hier even geen krulding. Hij ziet er zo uit. En het borsteltje is zeg maar zo. Dus die gaan we proberen. Als je het moeilijk vindt met je mascara, wat ik altijd doe, is hem er tegenaan zetten en dan knipperen. Met het restje wat op de applicator zit, even de onderkant. Ik denk dat ik het hierbij laat. Ik heb toch gemorst hier. Ik ben echt een morser wat dat betreft. Ja, en nu had ik ook een lipproduct. Maar ja, die ligt beneden. Hoe stom is dat? Want ik had ook een gloss van Max Factor. Maar die heb ik nu niet meer. Ik heb hier een Maybelline lippenstift, toevallig. Dus dan doen we die op.
Zo. Dan maar zo. Ja. Ik kan er niet zoveel aan veranderen. Willen we nog een lip liner erbij? Nou, dat hoeft niet, hè. Zou wel mooi zijn, maar... Dit is een hele mooie peachy nude lipstift op mij. Het kan best zijn dat die bij anderen toch wel weer anders uitvalt. Oké, wat ik wel wil vertellen. Kijk hier tussen mijn wenkbrauwen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Er zitten soms hele kleine glittertjes in die poeder. Niet dat je hele gezicht onder glitter zit. Maar nu heb ik er één hier. Nou goed. Wat vind ik van een Miracle Pure lijn? Ja, ik vind het een hele fijne lijn. Het zit mooi. Het draagt mooi. Ik heb het natuurlijk al geprobeerd, hè, voordat we dit gingen doen. Ik kan mezelf voor mijn kop slaan dat ik de Max Factor het lipproduct vergeten ben. Ik zal even zeggen welke lippenstift dit is van Maybelline. Dit is 117 Bare Reveal. Dat is een crème lipstift. Dan weten we dat ook gelijk. Ja. Oké, de blush is mooi. Maar het is wel, het is toch een lichte kleur. Maar het is echt een soort neonkleur is het. Ja. Ik heb er eigenlijk niks slechts over te zeggen. De bronzer blende goed, geeft een mooie schaduw en warmte aan je gezicht. De blush, pas op, want hij is erg gepigmenteerd en neon. De concealer is goed. De skin serum is goed. Ja. Ik denk dat dit een hele mooie, redelijk natuurlijke look is geworden. Met de verkeerde lipstift. Nou goed. Vond je het een leuke video? Doe je duimpje omhoog. Ken jij de producten? Laat het me weten. Wat vind je ervan? En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei!